Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen, interviews, reportages. Ja, Hans, na een week na het debacle in Werkendam, want zo noem ik het toch eigenlijk een beetje, spelen we vandaag tegen HAC Hardenberg thuis. Heb je de beelden nog teruggezien van vorige week? Zeker, maandag besproken met de jongens. En verder moet ik ook niet meer te lang bij stilstaan, denk ik. Maar je snapt het nu wel, maar wij snapten het met z'n allen niet wat er gebeurde. Maar... Nou ja, dat was ook niet te snappen. En alleen als je terugziet, ja, dan zie je gewoon een paar momenten dat wij gewoon niet goed verdedigen. Ja, de thuiswedstrijden moeten we vanaf nu eigenlijk wel gaan winnen, want we hebben de punten hard nodig. Ja, goed, we zeggen van hoeveel heb je nodig om erin te blijven rechtstreeks. 35, 36, zeg het maar. Nou ja, we hebben er nu 21, dat betekent dat je er nog 5 moet winnen. En dat kan. Vandaag de wedstrijd tegen Hardenberg. Zijn dat de speciale wedstrijden? Vind je dat ook? Nou ja, voor mij, ik heb natuurlijk in mijn carrière als trainer wel vaker tegen HAC gespeeld. Met Nunspeet, met Dos Kampen, met Staphorst. Met Excelsior is dit pas de tweede keer. En inderdaad, die eerste in Hardenberg was ook een hele speciale. Oké, okay, verrassing. Althans in mijn ogen Ten Hove erin. Siemelink nog geblesseerd? Ja, die is vorige week wat last van de lies gekregen. Maandag en dinsdag echt aangepast getraind. Donderdag ook nog wel getest in de partij, maar vrijdag te veel reactie, dus komt te vroeg. Hoe ga je vandaag spelen tegen Hardenberg? Je eigen spelletje? Ja, goed, je hebt altijd tegenstander waar je mee te maken hebt. Kijk, wij willen altijd ons eigen spelletje spelen. We zijn denk ik een voetballende ploeg, daar moeten wij het van hebben. Niet van fysiek of lange ballen of noem maar op. Maar goed, je weet niet wat HAC gaat doen. Zetten ze ons vol onder druk, ja, dan zul je misschien wel sneller de lange bal moeten spelen. Doen ze dat niet, ja, dan kom je misschien op. Dus dat moeten we zien. Zij zitten niet in hun beste fase als je naar de uitslagen kijkt. Ze verliezen uit bij Noordwijk, uit bij Jordan Boys, vorige week gelijk. Voor mij hebben wij tegen iedereen kansen in deze klasse. Katwijk vind ik er bovenuit steken samen met GVVV qua ploegen. Maar ja, ook tegen die ploeg heb je kans. Je hebt tegen iedereen kans. Als je zelf gewoon scherp bent en de kansen die je krijgt benut, dan heb je tegen iedereen kans. De spelers en het arbitrale trio zijn er klaar voor. Om samen met uw positieve aanmoedigingen te zorgen voor een sportief en aantrekkelijk voetbalspectakel. Hier komen de jongens van Jan de Wit. Wij zijn de club van rood en wit. Laat iedereen het horen. Wij zijn Excelsior. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Help hem! Doe het! Doe het!
Maar goed! Thank you.
tussenstand van 0-2. En de wedstrijd om 3 uur die tussen IJsselmeervogels en Spakenburg kent nog steeds een tussenstand van 1-0. Ja, Nick, daar staan we dan. Na de wedstrijd Excelsior Hardenberg. We stonden op een gegeven moment 3-0 voor. En het werd toch nog spannend. Wat gebeurde er? Ja, ik snap het niet. Denk ik gewoon zoals vorige week. Want je ook, we staan ook 2-0 voor. En dan gaan ze achter elkaar en gaan ze erin. En dan gebeurt vandaag gewoon weer. Ja, je staat met 3-0 voor. Je denkt van, ja, dat is gespeeld. Misschien je de 4 of 5-0 binnen. Maar ja, dat is ongelooflijk. Kom je met 3-2 te staan. En toen heb ik het nog heel moeilijk gehad, het laatste kwartier. Maar ook weer de laatste minuutje schiet je nog de 4-2 binnen en dan is het erbij. Maar. Het was hun eigenlijk pompen of verzuipen, hè? Vooral na die 3-2. Toen hielden we ons hart al vast. We dachten inderdaad dat hetzelfde was als vorige week, maar we hebben toch heel wat kansen gehad, of niet? Ja, we hebben genoeg kansen gehad, ja. Ja, wat ik zeg, de eerste helft, die kansen die ik kreeg, die benut je gewoon. Misschien in de tweede helft kreeg Dennis nog 1 of 2 goede mogelijk in. Nou, als je die binnen schiet, wordt het 4-0 en dan is het gespeeld. Maar ja, dan brengen we nog 2 langere spitsen in het veld en dan... Nou, is het alleen maar afwachten dat het een keer goed valt voor hun. Ja, dat gebeurt twee keer. Maar we hebben gelukkig gewonnen. En dat is belangrijk. Ik denk ook wel verdiend gewonnen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik wel zeker. Nou, voor me staat denk ik een heel gelukkig man. Hans, of niet? Absoluut, absoluut. Was het toch wel even billen knijpen, ondanks 3-0 voorsprong. Geen foutje aan de lucht, de kans op 4-0. Moet je toch nog weer 20 minuten vol aan de bak. Omdat ja, met hun elke corner vrije trap levensgevaarlijk is. Maar uiteindelijk was het denk ik een dik verdiende overwinning. Ja, dat zei speler van Hardenberg net ook al, een dik verdiende overwinning. Maar ja, we staan met 3-0 voor en terecht. We hebben goed spel laten zien, denk ik. We hebben ook kans op 4 en 5-0 gehad. Maar toch gebeurt in 1 minuut weer wat vorige week ook gebeurde. En ik hield eigenlijk mijn hart vast. Nou ja, toen had ik ook weer zoiets van, het zal toch niet waar zijn. Maar ja, kijk. Hardenberg heeft ook veel lengte, veel kopkracht. Ze brengen natuurlijk Bergen nog... Houding en dan Penteman de kort onder. Ja, ballen erin pompen. Ja, dat blijft link. En, hoef me net verkeerd te vallen, hè? Ja, precies. Nou ja, dat gebeurde 2 keer. De eerste bal op de paal, rebound erin. En die tweede komt Houding goed voor zijn man en die schampt hem. Dus ja, goed. Alles vergeten en we hebben gewoon gewonnen. 3 punten en op naar volgende week. Ja, dat is het belangrijkste vandaag, de 3 punten. Het was, ik denk dat er 1 goede winnaar is. Nou, 2 eigenlijk. Excelsior 31. Maar ook het publiek. Nou, ik voel me echt pas een goede winnaar als we aan het eind van het seizoen veilig zijn. Dan, alleen als je naar vandaag kijkt even, hè? Als je naar vandaag kijkt, was denk ik publiek de grote winnaar. Vorige week ook, maar toen was het voor ons aan de negatieve kant. Nou ja, nu niet. Terecht denk ik. En nou ja, op naar volgende week, wat ik al zei. Ja, is een goede opsteker en goed voor het zelfvertrouwen. Dus ja, volgende week een hele zware wedstrijd tegen Katwijk. Maar ook daar hebben we een keer gewonnen. Vorig jaar hebben jullie daar gewonnen, dus nou, dan gaan we dit jaar weer proberen. Ja, laat proberen. Ja, we hebben een traditie, dat weet je. Bij de 3 punten krijg je iets aangeboden. Dat is weer een sigaar dit keer. Dus ik bied hem bij deze weer aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik steek straks wel in de brand. Is goed. Veel plezier nog en op de volgende week, Hans. Dankjewel. Dankjewel. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen. Volg ons via twitter.com/Excelsior31TV.